mijn werk beweegt zich eigenlijk tussen twee polen steeds. Hè. Aan de ene kant heb je het constructieve, het bedachte, het in cijfers vatbare. En aan de andere kant heb je het organische, het aaibare, het gevoelsmatige. Ja. En dat zijn natuurlijk polen die je in jezelf herkent en die ik als onderwerp steeds weer aanvoer. Art & Dining is het restaurant in het Dordrechts Museum. Vandaag ontvangen we bij Art & Dining de Dordtse beeldhouwer Gerhard Lentink. Gerhard is beeldhouwer en omgevingskunstenaar. Hij heeft zijn atelier aan de Wijnstraat waar hij grote houten beelden maakt. Werk van hem is onder andere te zien in de Spuihaven en in het Albert Schweitzer ziekenhuis. In Art & Dining bouwt chef-kok Jack zijn eigen kunstwerk voor Gerhard. Gerhard, dan denk ik aan puur, robuust, een beetje oerproducten. Dus ik denk dat we aan een tartaar gaan denken. Misschien wat kreeft erbij of een coquille. Ik denk dat dat hem gaat worden. In zekere zin begint elk werk met een concept. En dan werk ik het uit via gewoon eenvoudige balpenkrabbeltjes. En dan nodig ik het model uit om te poseren. Mm-hmm. En eigenlijk ook zoals een architect dat doet, maak ik vier aanzichten. Mm-hmm. Als ik hier tevreden mee ben, dus dit is een laatste sluis, dan veroordeel ik mezelf tot in dit geval anderhalf jaar werk. Hè? Dus dat is belangrijk. Denk ik. Anderhalf jaar? In dit geval, ja. Ik heb gekozen om geen kinderen te willen, omdat eigenlijk die beelden mijn kinderen zijn. Hè? En het ene kind lukt beter dan het andere, maar daar kijk je ze niet op aan en daar ga je het ook niet over hebben. Dus ze zijn me allemaal dierbaar, want ze komen uit mijn eigen handen. En eigenlijk zijn ze ook allemaal mislukt, hè? Want dat falen vind ik een wezenlijk onderdeel van mijn werk. Het wordt nooit perfect. Het is alleen dat streven naar perfectie, dat houdt me gaande. En ik ga ermee akkoord dat het allemaal toch een klein beetje mislukte beelden zijn. Hallo, dank u wel. Dank u wel. Het ziet er in ieder geval fantastisch uit. Dank u wel. Bedankt. Nou, wat een verwennerij. Ja, eet smakelijk. Eet smakelijk.